Nou, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom in Breda. We gaan de historische kilometer door Breda lopen. En dat betekent dat we een bezoek gaan brengen aan het kasteel van Breda. Tegenwoordig de KMA, de Koninklijke Militaire Academie. We gaan naar de Grote Kerk en we gaan naar het Begijnhof van Breda. En we staan nu bij het Nassau-monument, want Breda is Nassau-stad. En waarom is Breda Nassau-stad? Omdat de oorsprong van de Nassaus, dus van onze koninklijke familie, ligt in Breda. Hoe zat dat? Jan van Poelanen was heer van Breda, dat was zo eind 1300. Hij had geen mannelijke afstammelingen meer, die waren allemaal overleden, zijn broers en zussen. Hij had alleen nog een kleindochter, dat was Johanna van Poelanen. En voor Johanna moest er een man gezocht worden. Nou, moest natuurlijk een rijke man zijn, met macht, met geld, met veel land. En die vonden ze in Duitsland, dat was Engelbrecht van Nassau. Ja, en die kwam naar Breda toe om te trouwen met Johanna. En dat zien we hier afgebeeld op het monument. Johanna en Engelbrecht op het paard gezeten. Dat ze welkom worden geheten als heren en vrouwen van Breda. En dat wordt nog ieder jaar nagespeeld op Tweede Pinksterdag. Dan is het Nassaudag in Breda. En dan worden ze opnieuw welkom geheten als heren en vrouwen van Breda. Hoe oud waren zij toen? Nou, toen ze met elkaar trouwden was Johanna pas 11 jaar. Oh. Ja, 11, ja, ja, ja. Dus nou ja, tegenwoordig zouden we zeggen een kindhuwelijk, hè. Maar goed, Engelbrecht ging eerst nog het leger in. En die keerde pas terug toen zij 18 jaar was. Uiteindelijk is dat nog een heel gelukkig huwelijk geworden. Toen zijn er ook pas kinderen gekomen. Dus uiteindelijk is het allemaal nog goed gegaan. Nou, zij zijn getrouwd en ingehuldigd 24 augustus 1404. En dit monument is onthuld 24 augustus 1904. Dus precies 500 jaar later door koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Om te benadrukken 500 jaar Nassaus in Nederland, waarvan de oorsprong dus in Breda ligt. Nou, bovenop zien we de Nederlandse leeuw. En het monument wordt ook wel het baroniemonument genoemd. Zo heet de streek hier, hè? De baronie van Breda. Nou, we zien het wapen van Breda, de drie kruisen. En dan de plaatsen die eromheen liggen. En die samen dan de baronie van Breda vormen. Dus Nassau-monument of baroniemonument. En dan gaan we nu door het stadspark. Een van de oudste bomen van het park, dat noemen ze een navelboom, was er vroeger een geboorte op het kasteel van Breda. Dan werd hier de placenta begraven, de nageboorte. Nou ja, zeggen ze altijd dat daar heel veel kracht in zit, veel grondstoffen. Dus nou ja, dat werd hier altijd neergelegd. Nou ja, daarom houdt hij het waarschijnlijk zo lang vol. Hij overleeft altijd alle stormen. Nou, hij staat nu ook weer mooi in bloei. Dus nou ja, hij overleeft altijd alles. De navelboom van het Valkenberg. Het kasteel van Breda. We staan straks daar op dat plein. Dat heet de Parade. We gaan ook nog door dat poortje. Daar komen we op het binnenplein uit. Maar van hieruit kun je het eigenlijk het mooiste zien. Nou, hier hebben de Nassaus gewoond. Zo tot ongeveer 1800. Hier lag vroeger een brug. En dit was hun jachtbos. En dat liep helemaal door tot aan de watertoren van de Belkrum. En vroeger werd hier gejaagd met valken. En die valkenhuisjes stonden een beetje op die helling, op die glooiing, op die berg met veel fantasie. Want zo heet het hier, het Valkenberg. Zo zijn ze aan de naam Valkenberg gekomen. Nou, Hendrik III die heeft het bos meer omgevormd tot een park met allerlei perken en allerlei beelden die hier stonden. Een beetje zoals de tuinen van Versailles. Maar goed, voor de rest mocht hier niemand komen, want dat was alleen dan toegankelijk voor de bewoners van het kasteel. Tot keizer Napoleon op bezoek was hier in Breda. Toen woonde zijn broer, koning Lodewijk Napoleon, die woonde op het kasteel. En Napoleon die zei, ach, zo'n park dat moet toch eigenlijk opengesteld worden voor alle Bredanaars. Maar ja, dat heeft toen nog een tijd geduurd, want toen mocht alleen de gegoede bevolking hier een beetje rondparaderen in hun zondagse kleding. Maar goed, tegenwoordig is het een park voor iedereen. In april wordt hier de kindervrijmarkt gehouden op Koningsdag. Popfestival van Breda wordt hier gehouden, Breda Barst. In de zomermaanden, juli en augustus, zijn er gratis toegankelijke muziekconcerten op de dinsdagavond. Ja, het is nou echt een park voor iedereen. Bovendien ligt het ook nog eens tussen het station en het centrum. Dus, nou, hier kun je nog een beetje zien hoe vroeger de oude stadsomwalling van Breda liep. Want je hebt daar dus het kasteel van Breda. Dit is nog een restant van een middeleeuwse muurtoren. Je hebt daar nog zo'n restant van een middeleeuwse muurtoren. Dan daar de muur van Begijnhof. Dus zo liep vroeger de oude stadsomwalling van Breda. En vroeger stonden er allemaal van dat soort beelden in het park. Maar goed, die zijn allemaal verdwenen, aangevreten door de tand destijds, zeg maar. Maar die staat er dan nog, Hercules. En die noemen ze in Breda de Vuile Jan. En waarom noemen ze die de Vuile Jan? Nou, omdat hij met zijn blote billen deze kant opstaat. En toen ze het beeld terugvonden, lag hij in de vijver en zat hij onder de modder. Dus vandaar de Vuile Jan.
Het kasteel van Breda. Nou, hier stond al zo vanaf de 12e eeuw stond hier een burcht. En waarom werd hier een burcht gebouwd? Omdat ze hieruit het scheepvaartverkeer konden controleren. Bij Breda stromen twee rivieren, de rivier de Mark en de rivier de Aa. Die komen hier zo'n beetje samen en dan konden ze hier dat scheepvaartverkeer controleren. Overigens aan de Aa heeft Breda ook zijn naam te danken. Als die uitmondt in de Mark wordt die breder, Brede Aa. Is Breda geworden. Zo zijn ze aan de naam Breda gekomen. Nou, Breda wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde in 1125. Sinds 1252 heeft Breda stadsrechten. Niet te veel van voorstellen, iets van 400 inwoners, maar dan kreeg je al stadsrechten in die tijd. En tegenwoordig 180.000 inwoners en de 9e stad van Nederland. Nou, hier stond dus de burcht en die is door de Nassaus, die dus in Breda kwamen wonen, langzaam maar zeker omgebouwd tot een kasteel. En daar woonden ze in dat gedeelte, dat is het blokhuis, want niet heel het kasteel werd voor bewoning gebruikt, want dan moest dat allemaal verwarmd worden. Dus dat was echt het woongedeelte. Daar heeft ook Willem van Oranje gewoond, hè, onze vader des vaderlands, want die heeft ook lang in Breda gewoond. Van 1544 tot 1567 heeft Willem van Oranje daar ook gewoond. Nou, zo rond 1800 is het kasteel geschonken aan de militairen. Toen is het de KMA geworden. En daar woont tegenwoordig zeg maar, de baas van de KMA. Dat noemen ze de gouverneur, de commandant. En die woont tegenwoordig daar in dat blokhuis. Nou, toen de militairen het overnamen, is er op zich het nodige veranderd. Dat zullen we ook zien als we zo dadelijk op het kasteel zijn. Ziet daar nog die pilaren. Dat was vroeger open, dat was een galerij. Dat was de Anna van Egmond galerij. Dus dat is later pas dichtgemetseld toen de militairen het overnamen. Nou, en als we zo dadelijk op het kasteel zijn, zullen we ook zien dat er meer veranderingen hebben plaatsgevonden. En wat we dan verder hier zien op het kasteelplein, dat grijze gebouw, dat is het Koningin Wilhelmina paviljoen. Daar heeft in de tijd de eerste Rijks-HBS van Nederland gezeten. Daar is nu een permanente expositieruimte te bekijken over het kasteel van Breda. Dat gele gebouw, Justinus van Nassau, dat is eigendom geweest van de bekendste bastardzoon van Willem van Oranje, Justinus van Nassau. Later heeft er een museum gezeten en nu zijn het luxe appartementen met een eigen ondergrondse parkeergarage. Nou, dat is natuurlijk wel makkelijk als je midden in de stad woont. Dan daar in het midden, maar dat kunnen we nu niet goed zien doordat de bomen in volle bloei staan, het beeld van koningsstadhouder Willem III. En hier vlak voor ons, ja, vinden we eigenlijk allemaal een heel lelijk gebouw, Prins Bernhard paviljoen. Daar zitten de derdejaars kadetten. De opleiding op de KMA duurt 4 jaar. De eerste en tweedejaars die moeten op het kasteel zelf blijven. De derdejaars zitten in dat gebouw. En ben je vierdejaars kadet, dus laatstejaars, dan mag je overal in Breda een kamer, appartement of studio huren. Nu zijn er inmiddels toch wel plannen om het te gaan slopen, want de accommodatie is verouderd, zeker ook van binnen. En de bedoeling is dan wel dat er nieuwbouw komt, maar nieuwbouw die wat meer past hier in de historische omgeving. Nou, het kan er alleen maar op vooruit gaan. En dan nog eventjes, ja, we gaan straks aan het eind gaan we naar het Begijnhof toe. Vroeger was er al een Begijnhof daar op dat grasveld. Daar was vroeger het eerste Begijnhof van Breda. En daar moesten de Begijnen op een gegeven moment weg, omdat de bewoners van het kasteel meer uitzicht moesten hebben. En toen is dus het Begijnhof gebouwd, waar we straks nog aan het eind naartoe gaan. We gaan nu eventjes via de ingang van het Spanjaarsgat naar het kasteel toe. Dat was de bibliotheek van de KMA. Met duizenden boeken over oorlogsvoering, krijgslisten, alles over oorlog. Dat is allemaal daar te vinden. Allemaal voor de militairen. En Breda heeft ook nog een kleine Joodse gemeenschap. Hier aan de linkerkant, zeg maar tegenover de boerenstampot, daar zit de Joodse synagoge. En iedere vrijdagmiddag wordt daar nog steeds een gebedsdienst gehouden. He, dus dat is de Joodse synagoge van Breda. Goedendag. Dit is koning Willem I. Die schonk in 1826 het kasteel aan de militairen.
Toen is er 2 jaar verbouwd en toen in 1828 zijn de eerste kadetten hier gekomen. Ja, op een gegeven moment wilden de Nassau's die wilden af van het kasteel, want ze woonden nauwelijks meer hier in Breda. Ze waren veel meer richting Den Haag getrokken, dus het onderhoud werd veel te duur en toen is het dus geschonken aan de militairen. En ja, in die tijd, 1826, 1828, toen hoorde België, hè, hoorde ook nog bij de Nederlanden. Dus Breda lag eigenlijk mooi in het midden van het land. Dus het was een mooie plek om hier de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, te huisvesten. En zo is de KMA hier gekomen. En dit beeld is in 2003 onthuld door koningin Beatrix en de toenmalige burgemeester van Breda, burgemeester Rutte. En wij vinden hem altijd een beetje op Elvis Presley lijken. Ja, met die kraak zo, hè. En dan staan we hier op de oude stadsomwalling van Breda. En we zien 2 torens. Dit is de Duiventoren. En dat is de Granaattoren. Nou, Duiventoren die heeft zijn naam te danken aan het feit dat daar vroeger ook de postduiven in gehouden werden. En Granaattoren, daar werden de granaten bewaard. Vroeger werd van hieruit de stad verdedigd, want je hebt daar de haven van Breda liggen. Dus vroeger werd er van hieruit geschoten op de vijand. Die daken die zijn er pas later opgezet, hè, want vroeger moesten die kruiddampen natuurlijk kunnen ontsnappen. Dus dat is pas later gebeurd toen de militairen het overnamen. Onder de torens zitten 2 kapelletjes. Onder deze toren, onder deze duiventoren, zit de katholieke kapel. En onder die toren, onder deze toren, de Duiventoren, zit de protestantse kapel. En onder die toren zit de katholieke kapel. En zoals dan hoort bij katholieken, dan is een barretje nooit ver weg. Want daar zit tegenwoordig een barretje in. Alleen toegankelijk voor militairen. En dat allemaal tegen hele schappelijke prijzen. Heb je idee hoe hoog dat die is, de kerktoren? Hij is 97 meter en 9 centimeter. En de oude vishal zien we daar ook nog, ja. Dit heet hier het Spanjaarschat en ik vertel hier meestal even het verhaal van het turfschip van Breda. Heeft u misschien wel eens van gehoord, de list met het turfschip. Ik zal eventjes de korte versie vertellen. Breda was toen bezet door de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. En prins Maurits die verzon een list samen met de turfschipper Adriaan van Bergen om de stad Breda weer te bevrijden van de Spanjaarden. Nou, wat werd er gedaan? Adriaan van Bergen die kwam altijd de turf brengen met zijn schip. Onder die turf werden 72 militairen verstopt. Er werd gewacht tot het carnaval was in Breda, 4 maart 1590. De Spanjaarden waren de stad in geweest, hadden aardig wat gedronken, lagen een beetje een roes uit te slapen. Dus toen Adriaan van Bergen met zijn schip aankwam varen, ach, vaar maar door, ze hadden geen zin om te controleren. Dus hij kon gewoon doorvaren. En toen ze eenmaal hier op het terrein waren, toen kwamen die militairen onder de turf vandaan. En toen hebben ze eerst het kasteel terugveroverd en later de stad Breda. Dat is het verhaal van het turfschip. Nou denken de meeste Bredanaars dat dat schip hier naar binnen is gevaren, omdat het Spanjaarschat heet, dat hek staat vaak open. Maar dat is aan de andere kant van het terrein gebeurd. Ik zal zo dadelijk nog even zeggen waar dat was, daar staat ook nog een beeldje. Maar dan weten jullie net iets meer dan de gemiddelde Bredanaar. Ja? Ik vertelde dus zojuist het verhaal over het turfschip van Breda. Je hebt daar de singelslopen van Breda. Hier waar nu het sportveld is, daar lag vroeger een gracht of daar liep een gracht. En hier bij dit beeldje, daar zijn die militairen onder de turf vandaan gekomen. Dat is een vos. Waarom een vos? Duidt de sluwheid van het plan uit. Dus hier zijn die militairen onder de turf vandaan gekomen. En dan komen we hier op de parade. En dat is het beeld van Willem van Oranje, die dus van 1544 tot 1567 ook hier op het kasteel van Breda heeft gewoond. Nee, dat is Willem van Oranje.
Ja, ik zag nog wel wat mensen in overtreding die op deze steentjes liepen. Ja. Dat mag niet, hè? Dat mag niet. Nee, dat geldt voor de kadetten. Dit was vroeger zand. En dat werd aangeharkt en bijgehouden door Bredaanse vrouwen. En uit respect daarvoor werd daar niet overheen gelopen. En dat is nog steeds regel hier op de KMA, dat de kadetten dus niet over deze steentjes lopen, maar dat ze gebruik maken van dit kruis. Ook als ze met de fiets zijn of zo, dan zullen ze altijd gebruik maken van dit kruis. Doen ze dat toch? Ja, dan kunnen ze aangesproken worden door een meerdere. Hè, want het is niet de bedoeling om over die steentjes te lopen. En over het algemeen genomen houdt iedereen zich daar ook heel netjes aan. Maar een paar jaar geleden, je hebt daar de ontvangstruimte van de gouverneur. En de gouverneur die zat daar. En hij zag dat een kadet recht overstak. En hij had niet zo'n goede zin, denk ik, de gouverneur. Want hij kwam naar buiten toe, sprak die kadet aan en zei: lever je laarzen maar in. Want je weet, je mag niet over die steentjes lopen. Kijk maar hoe dat je aan nieuw schoeisel komt. Dus zo streng kan het af en toe dan ook zijn. Vroeger werd hier op dit plein, de parade, werd ook de taptoe van Breda gehouden. Jammer genoeg verdwenen uit de stad. Tegenwoordig is het een binnenevenement geworden. Wordt gehouden in Ahoy in Rotterdam. Blijft jammer dat verdwenen is uit Breda. Dit wordt nog wel steeds gebruikt voor alle officiële plichtplegingen. Als de kadetten geslaagd zijn, dan krijgen ze hier hun diploma uitgereikt. En aan het eind gaan dan de baretten gaan de lucht in. Komt er een nieuwe gouverneur, commandant, dan vindt hier de machtsoverdracht plaats. Alle officiële plichtplegingen die vinden dus hier plaats. En dat is aan de achterkant van het blokhuis, waar vroeger de Nassaus woonden en waar tegenwoordig dus de gouverneur, de commandant, woont van de KMA. Nou, je ziet wel, die woont heel mooi, heeft er nog een mooie tuin bij, een mooie tuinprieeltje erbij. Nou, we gaan nu onder de Henricuspoort door. Henricus staat voor Hendrik, Hendrik de Derde. Dus zeg maar de poort van Hendrik III, maar Henricus, dat klonk wat chiquer. En als de militairen onder die poort doorlopen, dan doen ze dat in gelid en in stilte. En dat is dan weer uit respect voor alle officieren. Dat is ook zo'n regeltje hier op de KMA. Dus dit is de Henricuspoort en zie hier al die namen wel staan. Vroeger mochten de kadetten, als ze geslaagd waren, dan mochten ze hier hun naam inkrassen. Maar sinds 2006 mag dat niet meer, want de gouverneur die toen de baas was, die was op een gegeven moment bang dat heel die poort hierin zou storten, want er werden wel eens stenen uitgehaald ter herinnering. Er werden allerlei plaatjes ingeschroefd, dus in 2006 is dat toen verboden. Maar hier staat bijvoorbeeld ook de naam van Cousy, generaal Cousy van de slag bij Srebrenica. Dus die heeft hier ook zijn opleiding gevolgd. Je hebt daar onder 95 en dan een steentje of 5 naar beneden. Karremans, ook van de slag bij Srebrenica. Dus die hebben hier ook allemaal hun opleiding gevolgd. En dan gaan we nu naar het binnenplein. En dan is dit het binnenplein van het kasteel. Nou, u ziet hier ook weer die pilaren. Dus dat was ook vroeger open, dat was ook een galerij. Dus dat is ook pas later dichtgemetseld toen de militairen het overnamen. Vroeger stonden er allemaal van dat soort ornamenten, stonden er bovenop het kasteel. Nou, die zijn ook verwijderd door de militairen. Nou, zo is er op zich heel wat veranderd in de loop der tijden. Aan de andere kant wordt er heel goed gezorgd voor het kasteel, want anders was het ook maar de vraag hoe het er hier allemaal bij zou staan. Nou, die afbeeldingen van Romeinse en Griekse wijsheren, die heeft Hendrik III aan laten brengen. Ik had het net met een paar dames over Mencia de Mendoza. Hendrik III die was getrouwd met Mencia de Mendoza. En een soort van eerbetoon aan haar heeft hij die afbeeldingen van Romeinse en Griekse wijsheren toen aan laten brengen. Nou, wat we verder hier nog zien, dat daar is de kolommenzaal. Dat is de eetzaal van de kadetten. En dan heb je daar nog de Nassauzaal, dat is de ontvangstruimte van de gouverneur. Als die belangrijke gasten heeft, als de minister van Defensie op bezoek komt, of als de koning op bezoek komt, of andere hoge militairen, dan worden ze daar eerst ontvangen met een kopje koffie, met een lunch, borrel, diner, afhankelijk van belangrijkheid en tijdstip, voordat de officiële plichtplegingen gaan plaatsvinden. Dus dat is echt de officiële ontvangstruimte van de gouverneur. Het trapje, eerst is het steen, dan wordt het zand. Een beetje in het midden blijven lopen, er gebeurt er meestal niks. Dus dat gaat meestal gaat het wel goed.
Nou, hier stond vroeger het geschut opgesteld. Deze gang dateert overigens uit 1536, dus hier stond het geschut opgesteld. Maar het diende ook als vluchtplaats voor de bewoners van het kasteel. Ja, tegenwoordig wordt dit nauwelijks meer gebruikt, deze ruimte. Nog wel voor, terwijl het officieel helemaal niet mag, maar er vindt nog steeds wel plaats hier op de KMA, voor ontgroeningsrituelen. En dan zit er wel een plek waar dat gehouden wordt. Ik heb wel eens gehoord dat eerstejaarskadetten dan op een deur of in een of andere plank hier naar binnen worden gedragen. Nou, wat er precies allemaal gebeurt, weet ik dan ook niet, maar dat zijn in ieder geval dan de ontgroeningsrituelen. In de zomermaanden heb je nog alles dat hier flessen bier en flessen wijn staan. Want ik merk nu al wel dat het behoorlijk koel is hier. Dus als het van die lange warme zomeravonden zijn, dan gaan ze hier zitten om wat te drinken. Door de week heb je wel eens, dan komen er opeens militairen binnenvallen. En die hebben dan andere militairen zogenaamd gevangen genomen. En worden ze geblinddoekt en worden ze hier in de hoek gezet om een oorlogssituatie na te bootsen. Nou, daar wordt het nog een beetje voor gebruikt. Maar goed, voor de rest is het loze ruimte tegenwoordig. Ik zei het al, die gangen zijn verder ingestort en dichtgemetseld, dus daar kunnen we niet meer bij. Nou ja, die trap eindigt ook in het oneindige. Dus ja, we moeten dezelfde weg weer teruglopen. Dat is het arsenaal. Daar werden vroeger de wapens opgeslagen. Toen heeft het een tijdje dienst gedaan als militair hospitaal. En momenteel dient het weer als wapenopslagplaats. Dus hier worden de wapens bewaard. Rechts, waar we nu voor staan, dat geldt als het oudste stenen huis van Breda. Als je het zo ziet, zou je niet zeggen dat het zo oud is. Het dateert uit 1490, maar het is natuurlijk helemaal gerestaureerd en opgeschilderd. Maar het geldt als het oudste stenen huis van Breda uit 1490. Eigendom geweest van Jan van Brecht, die ook nog eigenaar is geweest van kasteel Bouvigne, een kasteeltje ten zuiden van Breda. Ja, vroeger werden alle huizen veel meer van hout en stro gebouwd en er waren nogal eens branden in de stad. En als er dan een brand was, ja, dan brandde vaak een groot gedeelte van de stad af. Maar omdat dit een stenen huis was, is dit altijd blijven staan. Dit is de havenmarkt. Het was vroeger een oud handelspleintje. Maar goed, het maakt nu onderdeel uit van het uitgaansleven van Breda. Nou, dat zie je al op zo'n mooie dag als vandaag. En op vrijdagavond en zaterdagavond, nou, dan kun je hier bijna over de koppen lopen. En we staan natuurlijk vlak bij de toren, de grote kerk van Breda. Op dinsdag en vrijdag dan wordt de bijaard bespeeld, want dan is het markt in Breda en dan speelt de bijaardier. En een jaar of 15 geleden, toen we allemaal nog geen mobiele telefoon hadden, toen was de bijaardier, die was klaar met spelen en hij gaat naar beneden toe. En toen hij beneden was, toen hadden ze het deurtje van de toren hadden ze al op slot gedraaid, dus hij kon er niet meer uit. Toen is hij weer helemaal naar boven geklommen, dat zijn 234 treden. En toen heeft hij heel de tijd gespeeld in naam van Oranje, doe open de poort. Of help van de Beatles zou ook kunnen. Nou goed, en op een gegeven moment hadden ze wel in de gaten dat er iets aan de hand was. En toen hebben ze het deurtje toch maar opengedraaid. Nou, tegenwoordig zouden we even kunnen bellen, hè, met zijn mobiele telefoon. We lopen nog eventjes via de Vogelstruis en door het Sas en dan gaan we naar de Grote Kerk. Geldt als het oudste pand van de havenmarkt. Waar nu het casino van Breda is, dat noemden ze dat was de kloosterkazerne. Dus dat was eerst een kazerne en voor die tijd was het een klooster. Maar dat klooster was buiten de stadsomwalling gebouwd. En daar zaten de zusters Norbertinessen. Was er nou onraad, dan konden die zusters naar dit pand vluchten. En dan verbleven ze hier een aantal uren of een aantal dagen. En als het dan weer veilig was, dan konden ze weer terug naar hun eigen klooster. Dus dit is het oudste pand van de havenmarkt, de Vogelstruis.